De opleiding Compositie voor Media, Video en Games hebben we opgericht vanuit nood die bestaat zowel in het werkveld als bij de studenten. Het is zo dat er natuurlijk al opleidingen, zeer goede opleidingen bestaan voor filmcompositie, maar dit gaat verder. We zien dat de praktijk rond filmcompositie of gewoon films, dat heel erg aan het evolueren is, onder invloed ook van de streamingplatforms. En daar willen we op inspelen, maar daarnaast heb je ook game-industrie. We ook zien dat muziek meer en meer op een autonome manier wordt behandeld. Dus niet noodzakelijk helemaal in functie van, maar dat ook gewoon een artistieke praktijk kan zijn en moet zijn, denken wij. Van daaruit hebben we eigenlijk een curriculum samengesteld in samenwerking, in nauwe samenwerking met onze opleiding audiovisuele kunsten, dat inspeelt op die noden. Een belangrijke pijler binnen deze opleiding is de samenwerking met de studenten. Want we vinden het heel belangrijk dat studenten in hun opleiding, dat ze het netwerk opbouwen waar ze later ook mee gaan werken. Dus ze gaan nu al concrete projecten samen met studenten uit de audiovisuele afdeling of met studenten uit de gameafdeling. Zij gaan daar ook effectief mee aan de slag en concrete projecten realiseren. Een student die zich zou inschrijven voor deze opleiding, die leert eigenlijk drie fundamentele pijlers, denk ik. Die leert enerzijds componeren, hè, want voor filmcomponist ben je eerst en vooral een componist. Hè. Dat is eigenlijk echt de voedingsbodem die je nodig hebt om jezelf ook ten dienste van iets anders te zetten of van een andere visie. Dan ten tweede leert je eigenlijk ook om samen te werken met filmmakers en de nodige informatie en kennis over film. Er zijn heel veel vakken die we vanuit de filmopleiding eigenlijk ingebed hebben in deze nieuwe master. En dan ten derde leert je eigenlijk samenwerken met productiestudenten. Dus filmcompositie is altijd een beetje op de grens tussen klassieke compositie en producing. En je leert eigenlijk ook dus in studiowerk en met samples werken, mixen. Eigenlijk de basis daarvan leert je ook, zodat je eigenlijk kunt communiceren in het werkveld.